Yo, what's up mensen? Een nieuw hier en zoals jullie kunnen zien zijn we terug op de MadPack. En natuurlijk gaan we vandaag weer oud en vertrouwd beginnen met het maken van een Lucky block. Die gaan we in elkaar zetten. In de vorige Lucky block hadden we natuurlijk in totaal 8 van deze droppers gevonden. We moeten alleen nog even wat goud aan toevoegen. En dat geeft ons natuurlijk weer onze oude vertrouwde Lucky block. Oké, okay. we gaan kijken of hij we vandaag weer een keertje Lucky is. Want echt, de laatste keer dat ik iets goed kreeg, dat is echt al ontzettend lang geleden. Dus ik hoop vandaag echt iets positiefs te gaan krijgen. In plaats van weer een of ander bullshitachtig iets. We gaan het snel nog zien denk ik zo. We gaan hem hier neerzetten en dan gaan we kijken wat eruit komt. Let's go! Een builders Oké, okay. die is wel nice, die is wel nice. Dat is namelijk een toevoeging van extra utilities en die gaat ons helpen bij het bouwen ervan. Ik kan misschien wel even een klein voorbeeldje geven. Je kunt er namelijk heel snel als, zeg maar gewoon een verlengstuk voor je huis van gaan maken. Misschien dat het vandaag nog wel van pas gaat komen. Voor nu ga ik mijn builders wand eventjes wegleggen, want ik denk dat ik hem pas straks nodig heb. Dan kan ik echt duidelijk laten zien wat hij nou precies doet. Maar allereerst gaan we weer twee ender tanks in elkaar zetten. En dat gaan we gewoon gelijk even doen. Even kijken, ender tank hier zo. En die gaan we dan gewoon in elkaar zetten. Ik moet alleen nog een cauldron hebben. 1, 2, oké, okay, die zijn naar binnen. En dan zetten we dus in totaal 2 van deze Air tanks in elkaar. En die zijn naar binnen. Maar ja, de kleurcode is op dit moment nog wit, wit, wit. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Want vandaag wil ik de Air tanks gaan gebruiken voor een ander liquid dan lava. Daarom heb ik ook al gelijk wat rose wrap meegenomen. En dan ga ik dit dus even omzetten naar een bepaalde kleur. Ik denk dat ik groen ga doen. Dus ik doe het gewoon zo. En dan gaan we het eventjes een kleurtje geven: namelijk groen, groen, groen. En de andere natuurlijk ook gewoon groen, groen en groen. Oké. Okay. Maar waar wil ik deze Endertank zo eigenlijk voor gaan gebruiken? Nou, heel erg simpel. De allereerste ga ik eventjes hier neerzetten. Daar ga ik namelijk straks wat mee doen. En de andere ga ik naar de andere kant van mijn huis toe brengen. Zoals jullie weten, staat daar een grinder die dus de kippen kills. En die dus ook de veer en zo verzamelt. Allereerst ben ik wel benieuwd hoeveel erin zit eigenlijk. Uw, even weg jongens. En hij zit helemaal vol. Oh shit. Oké, okay, nou dan moet ik zo meteen even aan gaan passen. Maar ook moet ik er natuurlijk voor gaan zorgen dat de grinder zijn liquid kwijt kan. In dit geval dus Mop Essence. En dit Mop Essence wil ik vandaag in deze Enertank laten lopen. En echt het geluid is echt heel erg vervelend. Gaat Even uitzetten voor een momentje Zo En dan gaan we de Enner tank Denk ik gewoon eronder plaatsen Of zullen we hem ernaast plaatsen Ik denk dat ik hem ernaast ga plaatsen Dat is denk ik wel het mooiste Ik denk dat alle kippen er wel In één keer uit gaan vliegen nu Dus dat is wel een nadeel Maar uh, ja Nou Nu in ieder geval niet meer Oké okay. En je zult meteen zien Dat hij gaat vol lopen met liquid essence Kijk maar Je ziet het ook staan En ook hier is natuurlijk gewoon te zien Een Enner tank Vol met liquid essence. Die gaan we zo meteen gebruiken. Allereerst ga ik er even door de nacht in slapen. Want wat ik namelijk met het liquid ga doen. Is het volgende. Ik wil namelijk vandaag gaan werken. Aan een auto enchanting table. Hoe wil ik het precies gaan doen. Kom ik allemaal zo meteen op? Allereerst moeten we ervoor gaan zorgen dat we in ieder geval even het volgende gaan maken, namelijk een toevoeging van Buildcraft, de zogeheten Assembly Table. De meesten zullen hem wel kennen, de Assembly Table. Hiermee kun je namelijk gewoon gates maken. En dat is te maken met wat Obsidian en Diamonds en Diamonds en nog meer Diamonds. Oké, okay. ik ga er eventjes eentje maken met daarbij natuurlijk ook nog de zogeheten Lasers, want die Lasers complementeren eigenlijk gewoon de hele setup. En die maken we ook gewoon met Obsidian en met wat Diamonds. Oké, okay. ik ga er eventjes de spulletjes voor verzamelen. Kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Bureback! We hadden dus aardig wat diamonds nodig. En ik dacht van, laat ik gewoon even naar die snow biome gaan hier zo. En gewoon in al die huisjes kijken en op zoek gaan naar diamonds. En toen kom ik het volgende tegen. Je ziet er een klein beetje op de map staan. Het is een soort van iglootje. Of eigenlijk een soort van mega iglo. En hierin zit een bos verstopt. Dus ik dacht van, laat ik een klein omweggetje maken. En gewoon gaan beginnen met deze bos. Een soort van goedmakertje met het kasteel. Want ja, daar hebben we niet heel erg veel... Leuks gedaan of zo, niet heel veel avontuurlijks. Dus ik dacht, van, laat ik dan gewoon even deze bos uit gaan werken. Want hier zit namelijk een Snow beast verstopt. Kijk, je ziet hem hier al spannen. Hij zal gewoon hier binnenin zitten. En er is wel een bepaalde tactiek voor. Die ga ik jullie zo meteen laten zien. Maar laten we allereerst gewoon binnen gaan komen, denk ik zo. En dan gaan we kijken wat er af vanaf gaan brengen. Ik heb ook alvast een nieuw force sword gemaakt. Met Damage 2 en Looting erop. Gaat helemaal goed komen, denk ik zo. We gaan er gewoon ingraven. En we zijn er al. Dat is snel. Even kijken. Oh, hij is daar. Kijk, dan dus zie je hem staan. Een holy shit, hij heeft nu op mijn gemunt. Oké, okay, nou, we gaan gewoon naar binnen toe. En dan gaan we hier gewoon een leuke tactiek op toepassen. We zijn namelijk heel erg snel. En daar gaan we gebruik van maken bij deze bos. Je moet namelijk een soort van heel erg kort om je as heen draaien. En dan gewoon het monster op deze manier gaan raken. Want als je gewoon met hem in aanraking komt, dus zo bijvoorbeeld, dan kan het ik heel erg snel gaan. Dan kan hij namelijk een soort van dubbel kick doen. En dan ben je eigenlijk gewoon best wel erg de lul. Dus zorg er gewoon voor dat je kort om hem heen draait. Het kan natuurlijk een keertje fout gaan. Dat is ook totaal niet erg of zo. Dan moet je gewoon een beetje gaan healen. Maar voor de rest is het totaal geen lastige boss. Kijk, dat bedoel ik dus. En ik heb vier levens kwijt. Nope. En op deze manier gaan we eigenlijk gewoon een beetje door. Tot hij gewoon al zijn levens kwijt is. Want ja, zoals je ziet, hij heeft maar liefst 350 levens, jongens. Holy shit. En eigenlijk gaan we het gewoon op deze manier aanpakken. Je moet trouwens ook niet raar staan te kijken. Als je in één keer een aanval doet. Dat echt gewoon de hele muur daar ontploft. Dat kan namelijk ook gewoon als hij boos is. Maar voor de rest is het eigenlijk een vrij simpele bos Met de juiste tactiek in ieder geval. Oké, okay, maar we gaan hem zo meteen killen. Maar het gaat helemaal goed komen, denk ik zo. En voor degene die zich afvraagt van welke mod dit Snow Beast is. Hij is van de Legendary Beast mod. En die voegen ook andere beesten toe. Daar kom ik allemaal zo meteen op. We hebben dus een klein omweggetje gemaakt van het, uh, eigenlijk het huidige project van vandaag. En dat bedoel ik dus. Het is best wel verraderlijk soms. Het kan soms gewoon heel erg fluk gaan. Als je het niet een beetje oplet. Maar goed, het gaat best wel goed. We zijn al op, uh, nou laten we zeggen, op ongeveer 1 derde is hij nog over van zijn helft. Dus het gaat helemaal goed komen, denk ik zo. Oh, dat ging dan weer helemaal niet goed. Oké, okay, maar in ieder geval, ik ga nog eventjes wat schade toebrengen. Kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Kijk, en daar was een van die explosies. Ik zei het al, als hij soms boos wordt, dan kan hij dus gewoon een hele muur, of in ieder geval in dit geval de grond opblazen. Daar moet je niet heel erg raar van staan te kijken, maar je moet in totaal, moet je met zo'n force moet je deze bos maar liefst 175 keer raken. Dat is natuurlijk niet niets, dus je moet wel een beetje geconcentreerd blijven, anders kan het heel snel afgelopen zijn, als je eventjes je concentratie verliest. Maar voor de rest best wel een leuke bos. Oké, okay, we zijn inmiddels aangekomen bij de laatste 10 levens van de bos. We gaan hem nog 5 keer slaan, 2 keer slaan en dan gaat hij dood. Hoppaken, dan ligt hij. En dan zal hij deze twee items achterlaten. Maar dat niet, niet alleen. Hij zal ook ongelooflijk veel levels achterlaten. Moet je kijken. Ik ben nu level 0 hè. Gewoon ter demonstratie. Ik ben nu level 0. Dan gaan we. Bam! Level 57, jongens. 57 levels van één boss. Oké, okay. en hij laat deze twee items achter. Namelijk de zogeheten Ice Stuff. Die kun je gebruiken natuurlijk voor gevechten. En hij laat ook de Sacred Ice achter. En met deze Sacred Ice kun je eigenlijk gewoon spawners. Of eigenlijk van deze igloos of andere dungeons. Van de Legendary Beast mod, die hier in de buurt zijn, kun je vinden. Je gaat gewoon op de Sacred Ice staan. Doe de rechte muisknop. En het zal dus laten zien waar nou precies zo'n dungeon te vinden is. In dit geval die kant op. Oké. Okay. Nou, we gaan gewoon een beetje die kant op kijken. En ik denk dat dit wel eens de nieuwe bos kan zijn. Dit gebied hier zo. Het lijkt een beetje op een soort van gebied. We gaan er gewoon naartoe teleporten. En dan gaan we kijken waar we terecht gaan komen. En dan gaan we kijken of er misschien hier te vinden is. We gaan het denk ik gewoon snel genoeg zien. We gooien hem de lucht in. En dan gaan we kijken of hij inderdaad die kant op wijst. Hij wijst inderdaad die kant op. En het zou wel eens goed kunnen dat hij zich daar in de lucht bevindt. Ik weet het niet helemaal zeker. We gaan het denk snel genoeg zien. Als we hem hier de lucht in gooien en hij wijst die kant op, dan weten we vrijwel zeker dat die bos daarboven op platform zit. En hij gaat er naar die kant op. Dus ik weet bijna 100% zeker dat daar boven dus een bos te vinden is. We gaan in een andere episode, misschien zelfs de volgende episode al, dus op zoek naar die bos daarboven. Voor nu hou ik gewoon eventjes in gedachten dat hier dus een bos zit. Maar voor nu wil ik me echt eventjes gaan focussen op waar we hier eigenlijk voor kwamen: namelijk diamonds verzamelen. Het was eventjes een leuke omweg. Ik zal nog een keertje laten zien, trouwens, wat deze Ice staff nou eigenlijk doet. Als tenminste wat monsters verschijnen hier zo, lijkt me toch wel het nacht. Kijk, daar zit bijvoorbeeld een monster. Oh, hier zit ook een monster. Je kan namelijk een soort van sneeuwballen schieten. Kijk, en als je hem raakt, dan zal die namelijk het volgende effect gaan krijgen. Het werkt niet op deze, het werkt alleen op andere, denk ik. Even kijken, bijvoorbeeld een schaap vinden, dan zal die het Slowness effect gaan krijgen, kijk maar, je raakt hem En dan zal hij gewoon voor, nou, 10 à 12 seconden Oh, die schapen gaan natuurlijk aanvallen Zullen ze gewoon heel erg traag gaan bewegen Dus best wel grappig natuurlijk om zo'n staf te hebben Maar voor de rest ook niet ontzettend goed of zo. Gewoon een grappige toevoeging, maar alsnog de Legendary Boss is gewoon echt beast om te killen Want je krijgt maar liefst 57 levels jongens Holy, holy shit Oké, okay, ik heb er tussen drie van deze lasers in elkaar gezet. En dan ga ik nu natuurlijk nu ook nog de assembly table zelf in elkaar zetten. Gaat helemaal goed komen, denk ik zo. We maken allereerst nog eventjes zo'n gold gear. Die is dan binnen. En dan gaan we deze omtoveren tot aan een diamond gear. Even kijken, dit is de verkeerde Quinn. Even kijken, deze moeten we hebben. Mooi, en dan hebben we een diamond gear binnen. En als het goed is, kunnen we nu deze assembly table in elkaar zetten. Inderdaad, hij is binnen. De assembly table van Buildcraft Silicon. Oké, okay. ik heb dus drie lasers gemaakt en een assembly table. Dat is voor nu wel voldoende. Want ik denk dat de meeste mensen deze setup wel gaan kennen. Maar nu eigenlijk een belangrijke... De vraag, mag ik dit neerzetten? Want ik heb helemaal geen ruimte. Ik denk dat ik hem even tijdelijk hier neer ga zetten. Want hier heb ik in ieder geval nog een klein beetje ruimte. Oké, okay, dan gaan we gewoon hier ergens de assembly table neerzetten. Ga ik het hier even dichtmaken, in ieder geval. En dan doen we het gewoon eventjes zo. En dan gaan we hier dus de zogeheten laser plaatsen. Gewoon eventjes als tijdelijke oplossing natuurlijk niet voor goed. Maar voor nu zou het gewoon perfect gaan werken. We gaan hier dus deze assembly table plaatsen. En gewoon aan de hoeken daar zo dan gewoon. Even denken, zal ik het daar doen? Ik ga het denk ik gewoon daar doen. Aan deze wand ga ik zeg maar gewoon de lasers plaatsen. Dus gewoon 1, 2 en 3. Deze lasers moeten echter wel worden voorzien van wat energie. Maar ik heb voordat deze episode begon. Heb ik weer eventjes een energy cell opgevuld in de nether. Die zit als het goed is hier. Ja, hier heb je hem. De hardend energy cell. Hebben we natuurlijk al eerder gebruikt. En die gaan we dan gewoon eventjes hier beneden neerzetten. Maar natuurlijk wel in combinatie met wat van die energy condens. Die heb ik hier nog. Even kijken. Is ook binnen. Mooi. En dan gaan we hier achter de muur even kijken of hier een klein beetje ruimte is. Om in ieder geval hier wat neer te gaan zetten. Of dat er overal water zit. Dat hoop ik echt niet. Dan gaan we denk ik snel genoeg meemaken. Denk ik zo. Oh, water. Ja, daar gaan we al. Daar gaat de ellende al. Oké. Okay, dat is dus nog niet lekker meegenomen. Maar het gaat gewoon helemaal goed komen. In ieder geval, ik ga eventjes achter deze dingen graven. Kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Oké, okay, bijna al het water is hier weggewerkt. Nu dan gaan we gewoon aan de achterkant hier voorzien van wat Harnet Energy condens. Die gaan direct connecten aan de lasers. En dan gaan we hier gewoon voor nu eventjes deze Energy Cell neerzetten. Met als bovenkant natuurlijk output. En dan zal die vanaf dat moment ook gewoon gelijk gaan outputen. Kijken, uh, Max opent op de 400 RF per take. Ben ik er blij mee? Ik denk het wel gewoon. En dan gaat elke lezer nu eens opvullen met de zogeheten RF. In dit geval dan ook echt minecraft jewels. Maar dat wordt allemaal automatisch omgezet. Er hoeven we ons allemaal niet druk om te gaan maken. En dan kunnen we nu gewoon hier aan de slag met de Assembly Table. En vandaag wil ik eigenlijk een nieuwe gate gaan introduceren. En die gate komt er in de vorm van de volgende. Even zoeken deze, de Atorchic Iron Ant Gate, en die maken we als volgt. Dat is namelijk een combinatie van een Iron Ant Gate, een Redstone Iron Chipset en een Pulsating Chipset. Deze twee zullen jullie vast wel bekend voorkomen, maar deze heb ik eigenlijk niet echt heel erg vaak gebruikt in al mijn seizoenen. Die maken we namelijk als volgt: door middel van een Redstone Iron Chipset en door middel van een Red Pipe Wire. Gaat helemaal goed komen, denk ik zo. Laten we allereerst wat van dit in elkaar zetten: een Redstone en een Iron Inket Oké. Okay. Oké, okay, we zijn er dus helemaal klaar voor. Ik heb wat redstone gepakt. Ik heb wat iron ingots gepakt. En ik heb ook gelijk wat enderpuls erbij gepakt. Dan gaan we nu allereerst de iron chipsets in elkaar zetten. Die maken we als volgt: dat is namelijk een combinatie van iron ingot en een redstone. Dat geeft dus van deze redstone iron chipsets. Die gaan we gewoon in elkaar zetten. Ik denk dat ik gewoon 5 ga maken of zo. Zoiets, en hier ook 5 van. En dan gaan ze als het goed is met een laser. Kijk maar, de lasers komen al. Rood is een slecht teken. Groen is een beter teken. En blauw is eigenlijk gewoon het beste teken. Blauw betekent namelijk gewoon dat ze genoeg energie hebben. Om ook echt dit in elkaar te kunnen gaan zetten. En dan gaan we natuurlijk ook gewoon gelijk een enderpultje erin gooien. En die gaan we combineren op zijn beurt met een redstone. -tje. Dat geeft ons namelijk van deze pulsating chipsets. Dat gaan we ook gewoon eventjes activeren. En dan zullen allereerst deze redstone iron chipsets worden gemaakt. Als die af zijn, zullen ze gaan beginnen aan de pulsating chipsets. Dit lijkt me een perfect moment om eventjes te gaan wachten. Dan komt het zometeen allemaal hier in de chest terecht. En kom ik daarna ook gewoon weer gelijk bij jullie terug. Be the back! Oké, okay, als ik goed heb gerekend heb ik hier voldoende aan. Namelijk aan vier van deze redstone iron chipsets. Gecombineerd met deze twee pulsating chipsets. Dan kunnen we dit er allemaal uitgenalen. dit kan uitgezet worden, en dan moeten we nu nog één onderdeel in elkaar zetten, namelijk de zogeheten Rap pipe wires. Maar die zijn binnen enkele seconden klaar, of eigenlijk eerder gezegd, die zijn eigenlijk met één klik al gewoon gelijk klaar, want die hebben namelijk maar 500 energiewaarde nodig om te maken. Oké, okay, als het goed is, kan ik nu twee van deze Artergic Iron End Gates in elkaar zetten. We gaan het denk ik snel genoeg zien. Dan gaan we allereerst dit onderdeel in elkaar zetten, namelijk een iron chipset, een Redson iron chipset, Combineert met zo'n red pipe wire. Oké, okay. als het goed is heb ik hier twee van nodig. Dus gaan we gewoon ingooien dan. Even kijken, deze twee. En dan combineren met twee van dit. En dat geeft zo inderdaad zo eentje. Een iron end gate of een iron ore gate. Nou, we hebben volgens mij een iron end gate nodig. Nog een keertje kijken voor de zekerheid. Even checken. Ja, wij hebben inderdaad de Iron End Gate nodig. Dus die gaan wij dan gewoon maken. Iron End Gate go. En dan zal deze gewoon binnen een mum van tijd gemaakt gaan worden. Ook al gaat de energie ook wel snel. Trouwens, voor de mensen die is opgevallen, links onderin stonden normaal gesproken echt ontzettend veel dagen. Maar op de een of andere manier zijn die dagen gereset. Ik weet. Niet, de. Surfer die crasht ineens, de wereld die crashed ineens toen ik bij die bossen in de buurt kwam. En ik startte opnieuw op en ik moest ook wel opnieuw het schermpje invullen. Wat of ik nou een mail was en op welk type ik viel, weet je wel. Wat ik ook echt helemaal in het begin van het zoom moest doen. Ik vond het een beetje vreemd, maar op de een of andere manier is dus de wereld gereset. Terwijl ik wel nog gewoon alles heb. Ik vind het heel erg vaag, maar het is eventjes niet anders. Nou, in ieder geval, we moeten eventjes wachten tot we twee van deze Iron End Gates hebben. En dan kunnen we overgaan naar de laatste stap. Namelijk tot aan het maken van deze atoric Iron End Gates. there back! En de twee iron-end-gates zijn binnen. En dan kunnen we ze nu gaan combineren tot aan de torchic iron end gate. En eventjes een tip tussendoor. Je kunt de set dus, namelijk ook gewoon shift linkermuisknoppen in de assembly table. Kijk maar, ik kan gewoon op deze manier. En dan kunnen we dus de torchic Iron-end-gate in elkaar zetten. Hier gaan we er twee van maken. Dit gaat lekker gewoon zijn gang. er komt allemaal automatisch hier in de chest terecht. De daar vast naar boven toe. Dan gaan wij namelijk alvast een nieuw item in elkaar zetten. Ik had aan het begin van de episode natuurlijk al verklapt van. We gaan vandaag werken aan een auto en machine. Nou, deze gaan we in elkaar zetten. De auto-enchanter, namelijk. Van My Factory Reloaded. Hier is de auto-enchanter. Is te maken door middel van twee diamonds. Weer zo'n factory machine blok die nog ergens in mijn chest rondwarrelt. Wat boeken. En dan uh, gaan ze eigenlijk door een heel erg simpel receptje. Ik moet er eventjes wat spullen voor gaan pakken. Even kijken. Waar heb ik die factory machine blok? Hier heb ik er eentje. Dat is mooi. Dat is dan meteen binnen. Oké, okay, wat heb ik nog meer nodig? Twee diamonds gaat helemaal goed komen. Boeken weet ik eerlijk gezegd niet. Plastic sheets wel, denk ik. Even kijken. Heb ik nog plastic sheets? Ja, ik heb er nog vijf. En er zijn ook de boeken binnen, tenminste drie boeken in dit geval. En als het goed is kunnen we nu dan gewoon de auto en janter in elkaar zetten. We gaan het denk ik gewoon snel genoeg meemaken. Auto en janter. Uh, go! En als het goed is zien we hem binnen. Inderdaad, hij is binnen. De auto en janter van Mine Factory Reloaded. Oké, okay. deze kunnen we alvast ergens neer gaan zetten. Waar ik namelijk de setup deel wil neer gaan zetten. Even kijken, ik heb er nog niet echt over nagedacht. Wellicht dat ik het hier wel gaan doen. Dan ben ik een, zeg maar een soort van uitbreiding maken bij mijn huis. Dat dus ik zeg maar gewoon hieronder die setup maak. Ik denk dat dat al een goed idee is. Ik moet hier toch nog een beetje de bekabeling weg kunnen werken. Lijkt me dit het perfect moment om te gaan doen dan. Even kijken. Ik ga hier gewoon een beetje de boel opruimen. En dan kunnen we gelijk gebruik maken van de builderswand die we aan het begin van de episode hebben verzameld. Gaat helemaal goed komen denk ik zo. Even kijken. Dan gaan we dat hier plaatsen. En dan ga ik er nu voor zorgen dat het dus uitgebreid kan gaan worden. Oké, okay, ik heb aardig wat bricks weten te verzamelen. En die gaan we natuurlijk hier tot uiting laten komen. Ook heb ik de builderswand zelf erbij gepakt die we dus aan het begin van de episode hadden gekregen uit de Lucky Block. Ik heb ook alvast een kleine uitbouw aan mijn huis gemaakt en eigenlijk zie je hier al een klein beetje de functie van de Builders Wand. Ik ga eventjes een klein stukje mogelijk, even wat beter bij kan, dus gewoon en zo. En dan gaan we eens even kijken wat deze Builders Wand voor ons kan gaan betekenen. Je zag het dus eigenlijk al een beetje. Je kunt namelijk gewoon nu met één klik je huis enorm makkelijk uitbreiden. Kijk bijvoorbeeld zo. Je ziet gewoon al die onzichtbare blokjes. Die zullen met één klik echt ontzettend snel gewoon allemaal opgevuld gaan worden. We gaan even testen. Terecht de muisknop en kabam. Er is meteen gewoon een soort van koepeltje, een soort van ring bijgekomen. Hier gaan we nog een keer gebruik maken. Dus gewoon let's go. Gaan we nog een keertje let's go. Het gaat er nu niet zo heel makkelijk, want hier nog een gravelblokje tussen zit. En op deze manier vind ik het wel mooi. Dan ga ik het even handmatig gewoon afronden. Hier zo. 1, 2, 3. 1, 2, 3 en 1. Twee en drie. Mooi. En dan hebben we hier een kleine bouwruimte waar we dus ons project van vandaag op kunnen gaan starten. Ik ga het hier alleen even verlichten. En dan gaan we voor nu gewoon hier de auto en janter plaatsen. Even kijken, waar zou ik die gaan plaatsen? Ik denk dat ik hem gewoon hier neer ga zetten. Dus gewoon even kijken. Hier is denk ik het beste. Oké. Okay. Dan gaan we deze torch even verplaatsen voor zometeen. Die gaan we namelijk even hier neer zetten. En dan kunnen we deze auto en janter al gelijk gaan voorzien van wat liquid dat we net verzameld hebben. Dat gaan we ook gewoon gelijk even doen. Dan gaan we hier door de muur heen boren. Kijk, gewoon hier zo. Uh, dit zit dan weer niet zo handig gewinnen. Nou, ik verder ook niet uit. Oh, kijk, jouw boek nodig. Kom maar hier, jongen. Kom maar hier. Kom maar. Kom maar. Mooi. Oké, okay. dus hier binnen. En dan gaan we gewoon direct aan de auto enjante plaatsen. En zet hem vervolgens op output. Dan zal het lekker wat eruit gaan lopen. En hier in de internal buffer worden opgeslagen. Nu zie je hier een slotje. Dit is natuurlijk voor een boek. Want daar gaat namelijk boeken voor ons enjante. En. Hier zie je het eigenlijk gewoon uiteindelijk de uitkomst. Maar we gaan het natuurlijk wel een beetje automatiseren. Dit gaan we namelijk doen door middel van Applied Energetics. Oftewel gewoon de mod van het emissiesysteem. We gaan dus nieuwe kabels in elkaar zetten. En die komen in de vorm van de volgende. Namelijk een importbus. Deze, de importbus, die is eigenlijk heel erg simpel te maken. Je kunt gewoon een normale nemen, namelijk gewoon de MI Basic Importbus, die is als volgt te maken. Namelijk door middel van een MI interface, een sticky piston met iron inges en ook nog een MI cable. Oké, okay. allemaal niet heel erg lastig denk ik zo. Ik ga het dus eventjes in elkaar zetten, kom ik zo meteen weer bij jullie terug. En zo gezegd, zo gedaan. De Emmy Basic Import Bus is nu gewoon binnen. Oké, okay, mooi. Dan gaan we nu over naar de volgende kabel. Namelijk naar de zogeheten Export Bus. En deze Export Bus is eigenlijk op een soortgelijke manier te maken. En deze Export Bus maken we namelijk als volgt. In plaats van een sticky piston, een normale piston. Eigenlijk helemaal geen verschil. Gaan we even maken dan. Die is allereerst die is dan binnen gaan vervolgen door een Emmy interface die is dan ook binnen en als het goed is kunnen we hem dan zo goed als af gaan ronden alleen deze nog en als het goed is in is dan binnen inderdaad de Emmy Basic Export Bus maar deze Emmy Basic Export Bus moeten we per se gaan upgraden. En deze upgrade komt er als volgt, namelijk een Emmy Precision Export Bus. En die maken we als volgende een Emmy Basic Processor. Als goeds heb ik die nog, Basic Processor. We gaan het zien. Inderdaad, die heb ik nog. Oké, okay, mooi. Deze gaat eruit. Dan gaan we deze inplaatsen. En dan gaan we die dus combineren met de ME Emmy Basic Export Bus. En dat geeft ons een Emmy Precision Export Bus. En waarom we dit moeten doen is eigenlijk heel erg simpel. We moeten namelijk deze Export Bus kunnen specificeren met items. Ga ik allemaal zo meteen opkomen. Voor de rest hebben we nog een aantal van normale kabels nodig. Dus gewoon nog de normale kabels van Emmy. Dus de Emmy kabels. Simpel, deze hebben we dus nodig. Gaan we er nog een aantal van maken dan? Gewoon zo, rap, oké, okay, nice. Dan heb ik in een totaal 10. Geen NFK genoegen heb. Allereerst gaan we het gewoon aan het systeem verbinden. Dus gewoon deze kant op hier zo, aan de achterkant, zo automatisch gaan connecten. En dit gaan we dan naar de zogeheten auto-enjanten en leiden. En dan gaan we deze mi bus dus gewoon bovenop de auto-enjanten en neerzetten. Dus 1, 2, kabam. En dan is hij gewoon binnen en zo automatisch gaan connecten. Kijk maar, hij is nu gewoon vanaf nu gewoon geconnect. Oké, okay, mooi. Dan gaan we nu voor zorgen dat aan de andere kant hier weer geimport kan worden. Dus dan gaan zeg maar items inkomen. Ook die connecten we automatisch. En dan gaan we dat ook gewoon naar het systeem toe leiden. Maakt niet precies uit hoe je het doet. Kan gewoon op deze manier als een cirkel als het ware. Oké. Okay? Dan gaat het gewoon helemaal goed komen. En moeten we er nu voor gaan zorgen. Dat deze Emmy Precision Exportbus ook echt een specificatie hebt. In dit geval dus een boek. Want zometeen gaat het natuurlijk een boek rangjand worden. En die moet ook gewoon geoutput kunnen gaan worden. Ik ga het er eventjes dichtmaken als het kan. Zo dan maar gewoon. Oké. Okay? Mooi. En dan moeten we dus nu voor een boek gaan zorgen. Ik ga het eventjes doen. Kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Oké, okay, ik heb gauw eventjes een boek in elkaar gezet. En het is nu ook gewoon gelijk tijd om onze buiten op te gaan halen. Hier zo in de chest. Namelijk de twee Atorchic Iron End Gates. En dan moeten we deze gaan voorzien van twee pipes. Het maakt eigenlijk niet uit wat voor pipes. Kan cobblestone pipes zijn. Kan normale stone pipes zijn. Kan eigenlijk gewoon allemaal. Voor nu ga ik gewoon even cobblestone pipes gebruiken. Die zie ik namelijk al eerst staan. Glasjes, alsjeblieft, dankjewel. En het geeft ons van deze Cobblestone transport pipes. Dus nu zul je vast denken, van ja, wat de ga je nou eigenlijk mee doen? Heel erg simpel. Ik ga deze namelijk hier neerzetten naast de auto enchanter. Dus gewoon op deze manier. En dan vervolgens naar boven toe naar de Emmy. Precision Export Bus. Dan ga ik het als volgt doen. Ik ga namelijk op deze Cobblestone Transfer Pipe zo'n Torch Gate zetten. En op diegene erboven. Dan gaan we ze nu instellen dat zodra deze inventory leeg is, dat hij een redstone signaaltje gaat geven. Kijk, ga ik als volgt doen. We gaan namelijk doen als de inventory dus leeg is, dus niet deze, ja, deze inventory empty, dan zal hij dus een soort van redstone signaaltje gaan geven. Een redstone puls. Deze redstone puls kan nu niet gekozen worden. Dat komt namelijk omdat er nog geen Pipewire op zit. Deze Pipewire moeten we eerst eventjes aan gaan schaffen. Even kijken, ik had net Pipewire toch? Ik had toch ergens Pipewire. Waar waarschijnlijk zit het nog hier in het systeem? Ik heb ze al gevonden. Ze zaten namelijk gewoon hier in mijn inventory. Ida lag me waarschijnlijk nu weer uit. Maar ja, jullie zijn het denk ik zo langzamerhand wel gewend dat ik een klein beetje blind ben. Oké, okay, dan gaan we dit pipewire hierop zetten. En dan gaan we het ook gelijk daar naartoe leiden. En als het goed is, kunnen we nu wel die optie aan gaan vinken van Red Pipewire. We gaan het even zien. Hier zo. Red Pipe Signal. Die gaan we dan doen. Vervolgens gaan we de bovenste instellen op Red Pipe Signal. Dus dat is dan deze. En dan geeft hij een redstone signaaltje. Dat redstone signaaltje moet wel eenmalig zijn. Dus ik ga even laten zien wat ik ga doen. Een redstone signaal gaan we dus hier. Neerzetten en gaan we nu over naar de ME Precision Export Bus. Hierin gaan we dus het boek plakken. Dus gewoon deze gaat hij specificeren. En dan moeten we ervoor gaan zorgen dat hij hier als een redstone signaaltje gegeven wordt. Hij dus nu een soort van puls gaat geven aan deze machine, aan deze auto-enchanter. Oké, okay. gaat helemaal goed komen. Hij moet er wel voor gaan zorgen dat active once per pulse. Anders zullen er meerdere boeken in gaan komen hier in het slotje. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We willen één boek per keer. Dus vandaar dat we voor de optie gaan van redstone mode active once per pulse. Dus elke keer als deze torchic Iron Gate een puls gaat geven, zal hij maximaal één boek in gaan pulsen. En niet twee bijvoorbeeld. Dat is namelijk ook mogelijk. Oké. Okay. En dan gaan we deze gewoon het zelf gewoon hier zo neerzetten. En dan gaan we de achterkant gewoon op output zetten. En als het goed is gaat het er dan uit. Inderdaad, het gaat er nu uit. En dan moet ik rennen voor mijn leven, want die zit ergens Een zombie verstopt. Rennen. Oké. Okay. En dan zal nu gewoon de Mine Factory de Reload-machine worden voorzien van energie. Kijk maar, er zit nu energie in. En alles zal vanaf nu gewoon gaan werken. Oké. Okay. We gaan het boek gewoon in het systeem douwen. En kijken wat er nou precies gaat gebeuren. We gaan kijken of het allemaal automatisch gaat. Het boek gaat erin. En dan gaan we kijken of het uiteindelijk hierin terecht gaat komen binnen enkele seconden. En kijk maar, er is inmiddels hier een boek beland. Het heeft eventjes geduurd, maar dan zal uiteindelijk dit boek ook enchant gaan worden. En deze enchantment is compleet random. Het kan echt gewoon level 15 zijn, het kan level 30 zijn. Het hangt er gewoon puur vanaf waar de oude enjouw er zin in heeft. Het gaat ook gewoon mopasses kosten en natuurlijk ook de benodigde energie. Maar het gaat vanaf nu gewoon helemaal goed komen. Ter demonstratie ga ik er even voor zorgen dat ik wat meer boek hier in het systeem heb. Dan kan ik even laten zien wat je nou eigenlijk allemaal voor enchantments krijgt. Hiervoor heb ik even wat ladder nodig. Ik zal het nog één keertje eventjes goed laten zien. Kijk maar hij is bijna klaar en dan zal het Boeker en John zijn. In enkele seconden, kijk dit is hij al Quickdraw zat erop en meteen zal het volgende boek gewoon geïnput gaan worden Helemaal mooi jongens En dan zal gewoon het enchanted boek Zal ergens hier te vinden zijn, even kijken Hier is hij, quickdraw met 4, oké okay. Quickdraw 4 is dus gewoon aanwezig En hier is ook al protection 3 aanwezig Ik ga dus eventjes 10 minuutjes aan laten staan Dat er ongeveer nog 3 of 4 boeken bijgevormd zijn Om echt een soort van een totaalplaatje te geven Van het hele project En dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug En dan gaan we kijken wat er precies de buiten is van deze hele setup Be the back Oké, okay, we zijn enkele minuten verder en dit hebben we uiteindelijk bereikt. Ik had er natuurlijk vier boeken ingestopt en dit is het resultaat: protection 3, unbreaking 3, potency 3 en quickdraw 4. Oké, okay, ontzettend goed resultaat. Vanaf nu kunnen we gewoon alle boeken ingooien. En, in en het zal automatisch voor ons geënchant worden. In de toekomst gaan we zeker nog wat doen met deze enchantments. Maar voor nu laat ik deze voorbij wat het is. Ik ga er in de toekomst dus mee verder. Maar we hebben natuurlijk echt ontzettend veel levels verzameld deze episode. Dus ik ga eventjes met dan mijn Pickax en jaunten. Ik weet niet waarom. Gewoon voor lol. Waarom ook niet? Ik heb toch genoeg levels. En holy shit weer een fucking meteoriet flanklikt mijn hoofd. Nice. Oké, okay, gaan we enchanten. En Fortune waarschijnlijk weer daar. Ah, een niet 3, Oké, okay. not bad, not bad. Kan het diamond pickaxe lekker lang meegaan. Kunnen we er gewoon lekker lang van genieten. Helemaal mooi, ik ben wel blij met mijn enjoyment. Want voor de rest hebben we toch eigenlijk niet echt fortune nodig. Want dat heb ik natuurlijk al lang tot mijn beschikking. Oké, okay, en ik zal nog één keertje eventjes heel snel uitleggen hoe het systeem nou eigenlijk precies werkt. Want ik heb het net best wel in sneltreinvaart gedaan, dus misschien dat er onduidelijkheden zijn. Eigenlijk werkt het heel erg simpel. Deze inventory hier, die wordt gecheckt door deze gate hier zo. Is deze inventory hier leeg? Omdat er een boek geënjant is die springt dan dus naar het tweede vakje toe. Dan komt dit vakje dus leeg te staan en dat herkent dus deze gate. Deze gate ziet, hey inventory empty, ik geef een red pipe signal. Dit red pipe signal wordt hier naartoe gestuurd zeg maar. Dus dit is dan hier zo. Red Pipe Signal On, dan zal hij een resociaaltje gaan geven. Daardoor gaat deze ME Precision Exportbus dus een signaaltje krijgen en dus aanschieten. Omdat hij aanschiet, zal die het boek wat hierin zit, dus in dit tweede slotje, zal die eruit gaan trekken. Omdat een exportbus is, dus eruit. Exporteren. Dat zal naar het systeem toe gaan. Vervolgens komt er dus een vrij inventory hier zo, dat zal opgemerkt worden door de importbus. En die zal automatisch hier weer een nieuw boek in gaan doen. Zo werkt dus eigenlijk het systeem. Heel erg simpel, maar ja. Op zich best wel compact en zo. Ik ben er best wel tevreden over het hele systeem. Maar voor nu ga ik het gewoon dichtmaken. Want ik ben er wel klaar mee voor vandaag. Bedankt voor het kijken naar deze episode. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. En heb je ervan genoten, doe dan zeker weer een blauw duimpje omhoog. Want ik hoop toch echt weer een beetje richting die 120 ja, blauwe duimpje omhoog te gaan werken. Nu iedereen weer terug is van vakantie. Ik wil namelijk gewoon echt groots aangepakken de komende weken. met heb nieuwe series. Nieuwe dingen. Ik ga allemaal dingen proberen. Gaat allemaal gewoon voor zich spreken de komende weken. Voor nu zit dus de episode er alweer op. Nogmaals bedankt voor het kijken. En tot. De volgende keer met meer madpack. Peace jongens.